We hebben hier een aflevering van The God of War 2008 versus tegen Mike. Ik hoor mensen, hoe is het? Ik zeg tegen mensen, hoe is het? Ja, iedereen is op een andere manier, dus hebben wennen van mij van, oh, oké, die doet het op die manier. Ja, ik... Je hebt er wel gezien in het toernooi, iedereen is op zijn eigen manier van dingen openen. En om de stilte te vullen, dus... ja, ik wil zeggen, ik wil zeggen, herinner jij nog die persoon die zat te schreeuwen? Ja, Bradley of Simon, een van de twee. Nou, ik wil zeggen, die persoon die op het begin zat te schreeuwen was ik. Oh, jij. Ik dacht dat Bradley en Simon er ook nog wat voor konden. Nee, ik wil zeggen, nee, dat was ik op het begin. En toen jij zei van, ja, doe lekker wild of zo. Toen had ik had ineens mijn gekke 5 seconden. Nou ja, je mag hier ook wel eens je gekke 5 seconden hebben. Nou, ik wil zeggen, meestal heb ik 10 seconden als ik in een gevecht zit, dus... Oh, heb je niks van laten merken tijdens Balder. Nee, maar dat kwam omdat het eigenlijk best makkelijk ging. Op het moment dat ik een beetje struggles heb, dan laat ik het echt pas uit. Ja, oké. Okay. Maar je zei dat je bezig was met Kingdom Hearts, met op welke difficulty speel je? Speel op normaal. Oké. Okay. Ik wil zeggen, ik ben nou bij Alice in Wonderland. Oh, ja. Ik had jou een bericht gestuurd over Let op de Flags en Alice in Wonderland is de ergste. Ja, ik wil zeggen, ik had toevallig de video van jou gezien daarover. En ik zat even te kijken van, wat bedoelde je precies? Maar toen keek ik er even naar, toen zag ik het gelijk waar je het over had. Ja. Want Alice in Wonderland kan je heel snel doen, of kan je 4 uur in vastzitten? Oh ja, dus ja, dat is inderdaad wel een probleem. Ja, dat probleem met... Want heb je al gehad dat je de bewijsstukken moest zoeken? Daar ben ik nu. Daar ben je nu. Nee, je kan ze allemaal opzoeken. Je kan er ook 1 opzoeken. Serieus? Ja. Okay, wauw. Ja, dat bespaart toch een heleboel als het 1 ook al genoeg is. Ja, daarom zeg ik ook van, je moet die flags kennen. Ja, goed. Ja, dat was inderdaad een goede dat je zei. Want Alice in Wonderland is de enige, de rest valt op zich nog wel mee, dan moet je een beetje de weg kennen. Maar Alice is raar genoeg een van de moeilijkste werelden om te snappen in het begin. Oh. Echt een hele fucking franchise. Ja, nee, dat vind ik het... Ja, we zeggen, maar dat je daar dan ook gelijk op het begin naartoe gaat, dat is, en dan gelijk het heel moeilijk maakt, dat is ook weer zoiets. Ja, dus te verder je in de franchise komt, des te lineairer de games. Oh, wauw. Als in geen hele ingewikkelde puzzels, maar meer zo van, oké, volg dit pad, oké, je moet even deze dingen doen, oké, klaar. Ja, en dan door naar de volgende. Precies. Maar ja, dat komt ook deels dat ze gewoon andere designfilosofies hadden met de jaren. Nee, daarom dus. Sorry. Dat wil je ook. Die game komt ook uit 2004, de meest recente uit 2018 of 2019. Ja, volgens mij was het 2018. Ja. En we zijn nog steeds aan het wachten op 4 nieuws. Ja, klopt. Dat is ook echt lang. Nou ja, de tijd tussen 2 en 3 zat ook een goede 5 jaar tussen. 13 jaar als je de spin-offs niet meerekent. Wauw. Maar ik vind dat een heel erg mooi verhaal om te vertellen, maar... Heb je enig idee op hoeveel consoles Kingdom Hearts op uitkwam? Zonder dat je nu die Story So Far collectie nu hebt. Ja, ik zit even te denken, maar volgens mij is die op elke console uitgekomen, behalve de 4. Ja, Story So Far kwam op iedere ding uit, maar dat zijn ook alle remakes, alle remasters, etc. Als je puur kijkt naar de originele versies, Kingdom Hearts 1 kwam alleen maar uit op de PlayStation 2 toen die origineel was. Ja. Toen kwam Chain of Memories, wat een game was voor de Game Boy Advance.
Dan had je 2 die weer uitkomen op de PlayStation 2. Ja. Yeah. Dan had je 358 Days Over 2. Dat is nu een cutscene collectie en voorheen was dat een DS game. Oeh. Dan had je Birth by Sleep, wat een game was voor de PSP. Dan had je Coded, wat een game was voor de mobiel. Oh, voor de mobiel nog wel. Ja, voor de mobiel. Oké, dat is. Even kijken, wat had je dan nog? PSP hebben gehad. Later kreeg je ook nog iets van een... de browser games kwamen in die tijd uit, dus Kingdom Hearts Back Cover. Wauw. Hey, hoe zeg, dan heb ik inderdaad een paar geen besef van gehad. Toen kreeg je 3 en 3 kwamen veel dingen uit. Toen kwam de collectie ondertussen een keer uit. En Melody of Memories, wat op iedere game nu beschikbaar is. Op iedere console. Wauw, nee, dat zijn er echt een heleboel. Maar ja, dat was ook een beetje probleem van Kingdom Hearts in die tijd, want het is niet spin-offs, hè? Het zijn allemaal games die ook belangrijk zijn voor het verhaal. Ja. Daarom is het ook zo'n leuk verhaal om te vertellen, want je het niet verwacht. Nee, dat dat is inderdaad. Hoe moest dit ook alweer? Nou, ik had ook eventjes zo'n momentje waar ik even vast zat. Ja, dat kan ook even. Dus ja, dat was op zich wel interessant, want ik begon met 2. En veel later speelde ik pas 1. Oh. Nou ja. Dan was het wel handig dat je me even vroeg van, was de volgorde die je moest spelen. Want als je mijn volgorde had gevolgd, dan was je meteen de weg kwijt geweest. Nee, daarom. Nee, ik ben nou met de eerste bezig. Gewoon van bovenaan het lijstje. En dan werk ik zo gewoon rustig naar beneden. En dat is ook de allerbeste manier om het te doen. Want anders raak je heel snel verdwaald. Nee, daarom. Want dan krijg je te veel informatie over verschillende dingen. Die je dan ineens ergens in 2 games later ineens allemaal bedoeld weten weer. Nou, deels dat. Ja. Ander deels het simpele feit dat... ze niet altijd super duidelijk zijn met wat je precies moet doen. Oh, dat is ook weer zoiets. Dus het is altijd wel handig als je ook precies weet wat je moet doen. Nee, meens. Oké. Nou, ik wil zeggen, het tempo zit er hier wel lekker in. Ja? Mooi. Ja. Dus je gaat me inhalen. Nou, ik moet zeggen, ik ben nou aan het vechten. Kan het iets specifieker, want we zijn alleen maar aan het vechten in deze game. Ik ben net door het hele klimstuk heen. Oké. Nou, dan schiet het inderdaad al aardig op. Ja, nee, dat wil ik wel zeggen. Die bomen die weten niet wat ze meemaken. Dus die dingen die erop lijken. Ja. Zo. Ja, normaliter zou ik ook de executies doen voor de enemies. Maar dat heeft nou geen zin. Nee. Het kost me te veel tijd. Nou, ik zeg, volgens mij heb ik er wel een paar gedaan. Maar dat is echt wel puur uit reactie dat ik de knop zag staan. Waarom krijg ik die uitleg nu? Ik heb al meerdere keren combos teruggedraaid. Press the button. Zo. Ja. Juppatee. Wacht. Oh, moet wel goed gooien.
Hoppatee. Ik vergeet af en toe echt dat je die knoppen nog hebt met Atreus. Ja. Maar ja, op zich doet hij niet zo heel veel damage, dus ja, dan... Nee, maar hij is voornamelijk handig voor enemies die... of kunnen dodgen of andere dingen kunnen doen, waardoor je ze niet lang kan comboen. Nee, dat klopt. Daarvoor heb je hem eigenlijk en daarvoor is hij ook prima. Later, wanneer we de skills kunnen krijgen voor zijn summons, dan wordt hij wel beter. Nee, dan... Zo. Oh, joh. Zo. Hoppakee. Hoppatee. Ik is hier. Nou, tijd, oh, voor, en de, wat hebben tijd we hier? Voor de bandieten. Oh, kijk hier. Extra monies? Nee, een upgrade. Oh, de, zo'n upgrade voor je bel. Ja, aanraking van hel. Ja. Mooi, is een mooie stunknop. Zo, die zit erop. Oh. Blijkbaar had ik mijn bel nog ergens aan zitten. Ja, nu heb je nog maar één wapen waar je op moet letten, dus... Ja. Zo moeilijk kan het niet zijn. En daar gaan we. Nee, erom, op een gegeven moment zijn het er meerdere, dus... Ja, toegeef, met de Blades of Chaos is nog niet zo'n heel groot probleem. In Ragnarok had je al meegekregen dat we dan ook al een derde wapen krijgen. Oh ja, nee, dan is het inderdaad anders. Ja, dan krijg je een hele mooie spier. Oh ja, dat klopt, ja. Dan krijg je, er zit ook een schild bij. Nee, de schild heb je al meteen van het begin. Oh, die, ja. Nee, ik zeggen, volgens mij is dat het schild dat je nou ook al hebt. Ja. Dus een spier die zich kan dupliceren, kan exploderen. Heel leuk wapen. Oh ja. Nou, wij zijn van de brug gevallen. Dus, nou... Ja, het is, ja, Atreus, hè, die wilden we te snel. Ja. Dat is Atreus in een nutshell in deze game. Yep. Zeggen, hij loopt meer in de weg dan dat hij er eigenlijk bij is. Mm-hmm. Oh, tuurlijk. Krijg je er ook nog eens bij, vervolgens maakt hij nog wakker ook. Hier komen. Kom maar. Next. Ja, voor de helddolers doe ik wel de combo of de finisher. Omdat ze anders gewoon zo kloten zijn om te killen. Oké. Hey. Ja, want voordat we de Blades of Chaos hebben, kunnen we toch momenteel voor niks. Als het gewoon ze kapot maken met vuisten. Yep. Hoppakee. Ja, partij. Oeh, dat was een mooie combo. Zo. It is finished. Update. Then collect yourself. Was dat het? Of zijn er nog meer? Oh, er zijn er boven ook nog een paar. Hier. Find something to pick me up. Oké. En nu heel snel Atreus, anders lanceer ik je naar boven. Zo. Ja, hij moet gewoon opletten en doorlopen. Ja, nee, dat... En hij was nog een opdonnetje, dus nou kan het nog. Ja, nee, dat klopt. Oh! Atreus zit het hele ding voor te lezen. Ik merk bijna die bel in zijn gezicht. Mm-hmm. Ja, als je niet luistert, moet je me voelen, hè? Atreus, dat kan een stuk sneller. Atreus. Oh jee. Ik heb een bel die ik kan gooien, nu heel snel. Ja.
zeggen, die bel heeft hij bij mij al gevoeld. Zo. Hoppakee. Door zijn hoofd heen. Een waves? Ja, dat stuk is een waves. Sorry, meet it. Mij niet van achter aanvallen, stelletje viesrikken. Hoppakee. Oh, dat was mijn bel. Ja, dat ding vlies jij nog wel eens, of niet? Ja. Nee, dan wil ik te snel. Dan wil ik te snel weer dat. Dat ding gaat doen, die power-up. Oh, en dan vervolgens. Alleen in plaats van dat ik dan. Dus jij bent dat trainer? Ja, in plaats van dat ik dan. Alleen ik maak af en toe wel eens een fout in knoppencombinatie. Dus ik douw dan op L2 en R2 in plaats van L1 en R1. Ja, dan hiet die bel weg. Ja. Nou, ik kom een van de beste characters nu tegen van de game. En dat is? Onze grote vriend Brock. Die naam zegt mij dan weer even zo gauw niks. Die blauwe dwerg. Oh, die! Kunnen we zo meteen ons wapen gaan upgraden? Wapen upgraden, nieuwe abilities. Helemaal fijn. Ja, partij. Atreus, kill him. Nou verwacht je iets te veel van Atreus. Nou, het is die guy waarbij je zijn pijlen nodig hebt. En hij zat echt maar op een heel klein beetje, dus ik had echt iets van Atreus. Kill jij hem maar. Ja, voor die witch doctors is Atreus wel heel handig om te hebben, ja. Ja, Atreus, heb het alsjeblieft over één ding tegelijk en niet twee dingen tegelijk. Want hij zegt, oh kijk hierboven, dan eens kijk achter je. Mijn timing is gewoon belabberd. Zo op slot. Nou, dan moet je hem niet meer op slot zetten. Ze hebben gewoon een kist voor mij op slot gezet. Ja, mooi. Nu moet je hem openmaken. Ja, ik heb dat ding gebruikt, alleen dat werkt ook niet. Dan doe je toch iets verkeerd. Heb jij hem wel opengekregen dan? Ik heb geen fucking kist je het hebt. Ik loop gewoon dom door, het merendeel van de kisten negeer ik. Ah ja, nee, oké, daar praten we gelijk over iets anders. Zo, Atreus vraagt zo meteen om problemen, joh, niet normaal. Er schiet gewoon bijna een pijl in mijn hoofd. Ja, maar dat trek je ook aan, hè? Met die kale kop van je. Ja, oké. Ja, dat jongen moet even een nieuwe opvoeding krijgen, want... Ja, maar ja, wat wil je dan ook, hè? Alleen maar opvoeden door de moeder. Ja. Ik wil zeggen, die vader is ook niet echt altijd best, dus... Nee, naar Griekenland hoef je ondertussen niet. Nee, daarom. Ik zeg, wil je niet... moet je niet met hem komen, want dan heb ik gelijk een probleem. Even kijken hoor. Waar moet ik heen? Naar de berg. De hele grote mooie berg. Ja, ik wil zeggen, ik ben aan het kijken waar ik omhoog moet... Hey, stop even met pijlen schieten. Even kijken, kracht en verdediging, alleen verdediging, noem maar puur kracht. Oké, volgens mij ben ik verdwaald. Nu al? Ja. Dat is niet goed. Nee. Nou, ik heb geen geld voor de joch, dus heb ik een. Ook echt gewoon gelijk naar joch. Ja. Ik kan ook zeggen boy, maar boy en joch is in dat opzicht hetzelfde. Oh wacht, ik weet het al, ik ben er weer verder op de.
Een hele korte serie zijn als jij weer terug naar huis was gelopen. Ja, nee, dat zeker. Nee, ik had even een pijl en boogstuk. Nee, of een extra gemist ergens. Hmm. Maar ja, ik heb hem gevonden. We zijn weer verder aan het gaan. Oh, Atreus, help dan mee, joh. Nee, je verwacht te veel van Atreus. alleen maar gewoon simpele hits doen. Meer moet je niet verwachten. Nou, dan doe ik dit wel. Hoppatee. Nee, maar Atreus moest echt iemand raken die ik niet kon raken. Dus dat was een beetje het probleem. Mhm. Hoezo? Zo. You left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight. Trace, echt, je hebt één taak. Nou, eigenlijk heeft hij er meerdere. Maar voor nu heeft hij maar één taak. Ja, in ieder geval eentje die hij van mij moet uitvoeren, anders krijgt hij juist de rest, maar ja. Jammer genoeg zit dat nou nog niet in. Nee, helaas. Het ga je stoppen, even met dat geschil, joh. Dus ja, ik zit hier heel gefocust op de dingen en hij zit de kaart in mijn te schreeuwen. Mm-hmm. Wat wil je dan? Dit is ook zijn eerste rodeo, hè? Ja, oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat je gelijk zo agressief hoeft te gaan doen. Nee, ik vind het wel. Ja, het is een ingewikkeld mannetje, dat is het gewoon. Oh, en dan moet ik wel even hebben, en echt, ik heb één taak en ik hoor dat ding nog mis. Ja, dan moet je ook niet zo'n pitchen op Atreus, hè? Ja. Ah, ja. Oké, eerst het even gaan naar mij. Yes! Nee, ik ben op zo'n stuk dat er spikes van het plafond naar beneden komen. En ik was vergeten, oh ja. Als ik mijn bel ga gebruiken, dan gaan de spikes ook weer naar beneden. En ik denk van, oké, ik kan alles nog wel halen voordat de spikes naar beneden gaan. Nope. Oh nee, ik moet zeggen, nee, dan loop je inderdaad al een flink stuk voor op mij. Nou ja, ik heb heel brok stuk al gehad, hè, dus ja, ik wil zeggen, nee, zover ben ik nog niet, hoor. Dat helpt al een heleboel. Nee, ik wil zeggen, nee, ik ik ben nou een deur omhoog gaan tillen. Oké. Oh, ik ben nu bij de plunderaars. Oh, ja, dat was ik tijd geleden, dus ja, dan weet ik ongeveer waar je bent. Oh, dan schiet je ook al aardig op. Nou, dus, ja, het was even dat ik een stukje vast zat, anders was ik alweer heel verder. Mm-hmm. Ja, deze die gaan een prettige nachtrust krijgen. Nee. Of ze netjes gezegd. Of in ieder geval, ze gaan hartstikke dood. Nee, prettige nachtrust gaan ze niet krijgen, maar ze worden meteen heel dodelig. Ja, die krijgen een prettig eind, zullen we maar zeggen. Mm. Ja, wie nou? Hier, hangen. Oh, die zijn ook allemaal neer. Oh, daar zat Reyes. Ja, wie is er nog meer? Waar zijn ze? Zo. Hoppatee. Oh joh, jou had ik niet verwacht. Nou, boy. Hoppakee. Ik heb zo meteen wel een probleem met dat ik heel weinig zilver heb, maar dat komt wel goed. Gewoon wat meer enemies killen. Ja, nee, dat zeg, Kratos heeft hier net een schrik van zijn leven gehad, dus Wow. Vrees pak iemand dood en het lichaam lag bovenop hem. Ach. Wordt hij sterk van. Veiligheid zou toch. Ja. Zo. Nou. Oh boy. Ho.
Oh ja, tuurlijk. En nou komt de volgende. Oh, ze komen weer terug tot leven. Wat is gezellig. Wat does it say? Ja, dit stuk heb ik niet gemist in Ragnarok. Dat we woorden moeten gaan ontcijferen. Maar ja, meer in Ragnarok ben je niet eens samen met... Nee, klopt. Dan ben je meer in dus alleen. Nee, dan ben je met die andere... Ja, je bent met Mimir bezig. Je bent met... Oh nee toch. Hoezo is Atreus niet beschikbaar? Nee, dan maar zo. Ja, dat was dit. Zo, Atreus, kom. We gaan weer verder. Ja, dat is het mooie verhaal aan zombies, Atreus. Ze komen altijd weer terug. Ja. Maakt niet uit wat je doet. Nee. Oh, wat een duwtje. Hup, ga omhoog! Goed zo. Ja, hup, doorlopen. Niet langs stilstaan aan het reis, gewoon doorlopen. Goed zo. Na 2 seconden kan het wel. Ja, het... Zo. Het gaat echt op een tempo... Ja, nu merk je ook op het probleem wat ik had van toen ik net zei van... Atreus nu heel snel doorlopen, anders schoot deze bel door je kop heen. Daar had ik het net over. Je kunt hem... Ook al zeg ik dacht echt, je kan hem niet gooien, maar ik gooi echt net langs hem af. Oh, ja, als je nou al opgeeft Atreus, dan gaan we gewoon nou naar huis. Ja. Oh, en ineens gaat het... Oh, en dan gaat het ineens sneller. Dat zal op zich wel geinig zijn, dat ze in rekening houden van... Oké, loop je niet naar huis voordat je een bepaald checkpoint hebt gehaald? Oké, dan trigger je de credits. Serieus? Nou, dat zou mooi zijn, maar dat... Nee, dat zou inderdaad wel een mooi extra zijn als dat het zo zou zijn. Nee, in Devil May Cry 5 heb je dat. Als je daar de eerste bos mee verslaat... En die is heel moeilijk, dus als het lukt, heel erg mooi. Maar je moet hem eigenlijk verliezen, maar als je wint, krijg je de secret ending. En heb je de game binnen 10 minuten uitgespeeld. Oh, wauw. Ik weet wel dat er bij een game nog meer gamers is. Waar staat Trace nou naartoe lopen? Naar huis. Zeg, bekijk het maar. Zeg het eens. Oh ja, ik ben nou ook bij Brok. Zie je? Zo ver loop je niet achter. En waarom? Je komt dan nog weer een bitch slap, joh. Jongen, joh. Oké. Chaka. Waarom? Nou, dat beest mag ook wel lopen. Die heeft dezelfde tempo als het rij is. Ja, daarvan heeft hij ook geleerd. Ja, soort zo soort, hè? Ja, de nickname voor dat beest kan ook heel goed van toepassing zijn op Atreus. Ondankbare hond. Ja, dan is het inderdaad wel een goede naam. Oké, waar ben jij mee aan het klooien?
Ik zit nou nog in de cutscene naar de winkel. Ah, je bent nog bezig met onze grote vriend Brok. Oké. Okay. Ja, hij zit nou nog fanatiek naar zijn, naar zijn stalling te lopen. Oké, okay, als je in de shop kan gaan klooien, dan zeg het maar even. Ik ga nou de bellen leveren voor de upgrade. Is de... Boy. En dan zijn we volledig gerestoord. Boy, I hear your animal ahead. Zo. Ja. Zo. Ja, het is een heel magisch zwijn. Magisch zwijn? Ja. Nou, dat is er dan. Dat is iets gemist. Ja, dat zwijn gaan we ook zien in Ragnarok. Alleen dan is het geen zwijn meer. Oh. Ja, de Feniërs zijn heel erg speciale mensen. Ja, dat... Oké. Okay. Oh, ik heb te weinig zilver voor de rest van de upgrades. Ja, welkom in mijn leven. Ik had hetzelfde probleem. Nou ja, ik wil zeggen, ik heb... wel iets... Ah oh, ja, ik zei dat was het van het Kratos. Ik zei, ik ben klaar verder in de winkel. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.